Goedemorgen en leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Ik neem jullie weer een paar dagen mee in de winkel. Ik heb vandaag een hele drukke dag. Ik begin de dag met rouwwerk en ik heb bruidswerkbespreking en ik moet heel veel bloemen maken voor de winkel. Dus ik laat jullie zoveel mogelijk zien, dus kijk gezellig mee. Ik heb hier hele mooie nieuwe bloemen binnen, dus het is tijd om die op vaas te zetten en even aan te snijden en in de winkel te zetten. Heel veel mooie soorten weer. Deze heb ik opgenomen als DIY pakket. Die staat al online. Echt, ik vind hem zo mooi. Ik ga hem bij mij in huis zetten, denk ik. Goedemorgen, we zijn weer in de winkel. En ik heb gisteren heel veel nieuwe handel gehaald. Dus er zijn heel veel nieuwe potten en dat soort dingen binnen. Die laat ik jullie zo even zien. Maar eerst ga ik even bestellingen maken. Kijk, hier staan al wat pallets. Of ja, wat potten. En hier staan nou dozen. En achter staat ook nog een kar vol, dus dat laat ik jullie zo zien. Maar eerst ga ik even bestellingen maken. Zo, ik kwam nog even weer nieuwe bloemen tussendoor, maar ik ga beginnen met het uitpakken van de dozen. En ik wou ook nog even een serie laten zien die ik ook nieuw binnen heb. En die komt ook online te staan. En dat is deze serie. Het is echt een zware kwaliteit. Maar hele mooie kruiken. En die heb ik ook in allerlei potten. Dus ook echt heel mooi. Kijk, dit soort potjes. Echt een hele mooie serie, mooi neutraal, dus het is echt heel leuk. En nu ga ik verder met de rest van de dozen. En deze potjes zijn allemaal echt heel erg leuk geprijsd. Allereerst deze leuke roze potjes, ook echt leuk op een kinderkamer trouwens. En dan kobaltblauw. En die heb ik ook in het aqua blauw, dat is ook heel erg leuk. En dan heb ik nog dit, een beetje een standaard potje. Dit is ook echt leuk, bijvoorbeeld met een kinderfeestje, als je dan een leuk feestje wil houden. En dan heb ik nog deze in dat crème. En die heb ik ook echt heel mooi in antraciet. En die zijn ook echt heel leuk geprijsd. Echt een heel mooi potje. Ja, die vind ik echt leuk. Dan heb ik nog weer leuke glaasjes. Kijk hoe leuk. Echt leuk zomers. Leuk met een toefje erop trouwens. Dan heb ik verschillende soorten bloemenstekers voor speciale gelegenheden. Zoals deze voor een bruidspaar. Heel leuk als je daar een bruidsboeket voor moet maken. Of een cadeautje voor wil maken en dan iets speciaals in. Leuke duifjes, echt heel leuk. Die zou ik ook allemaal online zetten. En ik heb er ook nog wat van geboorte en zo. Dus die komen dan ook online. Deze leuke voor geboorte en zijn echt mooie kwaliteit, zware kwaliteit. voor een jongetje. Heel leuk. Dan deze glazen bloemenvazen. Heel leuk. Echt glas. En hoe leuk zijn deze als set. Deze leuke decoratievogeltjes. En deze stenen huisjes waar je dan hier een kaarsje in kan doen. En hiervan heb ik nog meer. Dit kun je ophangen, is wel echt loodzwaar. Middelvorm, kleintjes en deze van Vaccine. Dus echt zo, super leuk als setje. Dan zijn deze frames nog weer opnieuw aangepakt. En ook van deze frames heb ik nog een aantal kunnen krijgen. Echt heel leuk om te slikken. Dan heb ik nog weer nieuwe droogbloemboeketten binnengekregen. Echt heel mooi van kleur. De rood-oranje frame. Er zitten echt heel veel takken in zo'n bos. Echt heel veel. Is echt al mooi voor... Ja, op een mooie vaas. Dan heb je dan één zo'n boeket al genoeg. Super mooie kleuren. De mooie teakhouten schalen zijn weer aangevuld. Die gingen heel hard, die waren bijna uitverkocht. En dan een beetje voor het najaar richting de herfst, maar ik vond ze echt te leuk. Deze egeltjes die aan de ene kant geglazuurd zijn en aan het neusje, laat maar zeggen, niet. Dat is heel mooi. Zo, alles even lekker water gehad. Morgen ga ik even alles plukken. Dat is ook weer mooi. Zo, de werkdag in de winkel zit erop. Maar ik ga nog weer eventjes filmen. Hè? Dat houdt niet op. Maar dat geeft niet, dat is wel weer leuk. Ja, en dan neem ik jullie morgen denk ik ook nog even mee in zover dat weer lukt. En dan ja, zie ik jullie morgen weer. Goedemorgen, het is zaterdag en alles staat alweer mooi buiten en we zijn klaar om de dag te beginnen. Ik vind de zaterdag altijd echt de leukste dag om te werken. Allereerst zijn mijn dochters dan ook bij mij in de winkel, tenminste vaak sowieso de ochtend. En dat vind ik sowieso wel gezellig. Die zijn nou samen met de oppas eventjes broodjes halen. En dan gaan we zo gezellig even broodjes eten. En ja, wat ik ook leuk vind is, op zaterdag is eigenlijk alles in de winkel op orde. En ben ik heel erg bezig met heel veel leuke dingen maken en klanten helpen en dat soort dingen. En door de week ben ik echt heel veel bezig ook met ja, elke keer bloemen schoonmaken. Zorgen dat de winkel vol blijft. Dus dat is heel anders werken dan op zaterdag. Ik ga nu ook even bloemwerk maken. Ik begin bij boeketten. En ik ga even met series werken om eventjes met snelheid de winkel vol te krijgen. Oh, ik weet niet of ik het jullie heb laten zien, maar... Ik heb dus gisteravond, ik liet wel zien dat ik een video ging opnemen, maar ik heb volgens mij niet het resultaat laten zien. En ik ben echt heel enthousiast over. Ik vind het echt super leuk geworden. Heel veel mensen vragen van waar ik mijn inspiratie weer ga halen. Nou, dat gaat eigenlijk vanzelf. Maar soms begin ik ook gewoon met een bloemstuk en dan ja, geeft het uiteindelijk zichzelf vorm. En ik vind dit bloemstuk is echt heel leuk voor de zomer. Het is heel apart. Het is trouwens met, vooral met plantjes. Dus niet met snijbloemen. Maar ik laat wel een optie zien dat je snijbloemen aan kan toevoegen. Dus dat is ook wel weer leuk. Oh, en voor ik het vergeet te zeggen. Er lopen meerdere winacties. Niet alleen op mijn YouTube kanaal. Maar ook op andere YouTube kanaals. Waarbij je een DIY pakket van mij kan winnen. Allereerst, nu op dit moment denk ik alleen bij Thuisvrouw. Ik zal wel eventjes de linkjes eventjes hier in de beschrijving zetten. Dus bij Thuisvrouw loopt een winactie waarbij je een DIY pakket van mij kan winnen. En ik denk volgende week of eind deze week, ik weet niet precies zo uit mijn hoofd wanneer die online komt. Ook bij Danielle Vlogt. En ik ken die dames allemaal... ik heb een cursus gevolgd over het vloggen en het video's maken. En deze dames ook. En ik vind dat ze het gewoon heel goed doen. Dus ik had ze benaderd of ze het leuk zouden vinden om een pakket van mij te ontvangen. En eentje te verloten onder hun kijkers. Dus mocht je dat leuk vinden, kan je ook nog wel heel meedoen. En met mijn DIY video, met mijn winactie van de droogbloemenring kan je ook nog steeds meedoen. En het is de laatste keer dat je kan meedoen. Want in de volgende DIY video wordt de winnaar bekendgemaakt. Ik zag dat ik de vlog nog helemaal niet had afgesloten. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vond je het leuk? Doe even een duimpje omhoog. En laat me weten wat je hiervan vindt. En of je het leuk vindt om vaker een vlog te zien. En ja, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!